Als jij denkt wat wij gaan bouwen, laat het achter in de reacties. En dan ga ik zeggen of iemand het goed had of niet. Hey kijkers, maak en alles dums. Welkom bij een nieuwe Economy Survival. En ik zei dat ik de volgende keer met Giel zou zijn. En hier is die! Hallo! Woehoe! Hier is Giel. Wij gaan, zoals je kan zien, laten we eerst deze nog even laten. In ieder geval de treinrassen nog even inliggen. Wij hadden hier een heel mooi weggetje gemaakt. Alleen het wordt gewoon tijd om nu een beetje de boel eruit te slopen. We gaan hier iets maken voor de mensen die het zullen afvragen. Van, wat gaan jullie maken dan? Ja, dat is het geheim van de smid. Gaan we nog lekker niet verklappen. In ieder geval, we moeten dit er helemaal uit gaan hakken tot naar de grond. Oh, Giel, dit gaat wat worden. Ja, het duurt heel erg aardig lang, ja. Ben je er klaar voor? Ja, deels. Weet je, we moeten nog een beetje voorbereiden. Waarom hebben we niet de schep die gewoon gaat? Of een pickaxe? Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat de sterkste enchantment is. Ja, efficiency natuurlijk. Maar het is toch... ik heb hem op... Efficiency. Level 5. Ja. Ja, volgens mij is dat het hoogste, maar dat weet ik dus niet. Ja, je hebt ook hoger, maar dat is alleen met cheaten. En dat kan niet. Dus niet. Wij doen niet aan cheats, maar ja, oké. Okay. Nou ja, oké, dan wordt het alleen maar graven met de hand, denk ik, hè. Ja. Volgens mij ging Ian ons verder helpen ook. Ja, hij is al begonnen met de villages verplaatsen. Ian, wij gaan hier hakken. Dit moet helemaal tot beneden eruit. Dan weet hij ook wat wij gaan doen. Laten wij gewoon in ieder geval dit helemaal gaan hakken. Giel, ik wil nog niet... Oh, hier een vraag zich af. Wat? Dit, waar je nu staat. Waar je nu staat. Dat moet tot bedrock. Inderdaad. Waar ben jij eigenlijk, Giel? Ja, ik sta hierboven achter je. Oh, jij bent de brug aan het bouwen. Ja, de brug verder aan het bouwen. Aan de ene kant heb ik zoiets van... Nou, ik wil wel vertellen wat we gaan doen. Maar ja. Aan de ene kant heb ik ook weer... Trouwens, werkt TNT? Dat weet ik niet. Dan zijn we sneller bij Bedrock. Ik ga even kijken of we in het hebben. In de town wordt TNT... uitgezet. Ja, wordt... Nee, wordt... komt het wel, maar wordt het gerebuild. Oh ja, oké. Dus dat is... anders krijg je natuurlijk straks van die helemaal opgeblazen steden. Dat is zielig voor de uren die je erin hebt gestoken. Dus hadden we zoiets van, nou, dat moet doen we gewoon... We doen het gewoon zo, weet je wel. Dit kan nog wel eventjes duren, inderdaad, wat Ian zegt. Maar dan hebben we ook wel wat. Ik denk dat Ian wel blij is wat we straks gaan doen. We gaan nog niks verklappen eerst. Ik ga wel even de brug alvast maken. Ga je wel de brug alvast beginnen? Ja. Oké, okay, ja, als jij de brug kunnen we tenminste fatsoenlijk overheen. Ja, precies. Ja, dat is waar. We moeten natuurlijk wel zo snel en zo goed mogelijk alles af hebben. Want holy friet, dit gaat toch een werk kosten? Ik denk dat dit echt wel, voordat we alle kanten eruit hebben gegraven. Oeh. Een weekje? Nee. Twee dagjes. Alleen aan graven? No. Twee dagen, geloof mij maar, denk ik. Al het lava eruit, alle diamonds eruit. En ik durf te wedden dat er een heleboel diamonds in één keer weer gaan vinden. Ja, klopt. Dus dat is wel gunstig. Ik heb hier in ieder geval gravel, dus ik heb in ieder geval een hele snelle schep. Kijk, dat is weer voordelig. Ik had hier in ieder geval al wat eruit gegraven. Ik zal even alle gravel eruit halen, zo. Wee. Kijk, al het gravel eruit. Gravel is zo voordelig als je een goede schep hebt, dan heb je het er zo uit. Ja, heb het er zo uit. Dirt ook en alles. Want ja, als je eenmaal efficiency nog wat eens hebt, dan kun je er gewoon doorheen vliegen, laat maar zeggen. Ja, ik heb hier al redelijk wat uit, Giel. Dit gaat lekker snel zo. Cool. Even kijken, waar is Ian? Ian is daar begonnen. Oh, Ian die dacht van, wow, wat gaat Ian snel? Ja, hij heeft een hele goede pickaxe. Wat ga jij snel? Kill, hij is goed bezig. Even kijken. Oh, we gaan allebei even snel. Ja, we gaan allebei even snel. Gelukkig. Race tegen de klok. Ja, ik dacht van, gaat Ian nou nog zoveel sneller dan dat ik ga? Dan is het gewoon, heeft hij goed geen chant. Oh, wacht, dit moet er natuurlijk ook uit. Kijken. Wat vind je trouwens van de vormpjes hier, die ik hier maak? Oh, chips. Wacht even hoor. Op. Ja, dit is nice. Ja, er komt nog een hele zijkant aan. Hè? Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Misschien, als jij denkt wat wij gaan bouwen, laat het achter in de reacties. En dan ga ik zeggen of iemand het goed had of niet. Ik ga niet de naam noemen, maar ik kan wel zeggen of iemand het goed had. Ik ben wel heel benieuwd wie wat denkt. Als je een beetje rijke fantasie hebt, dan kan je het al zien. Maar ik denk dat er wel mensen zijn die het weten, hoor. Ja, denk ik ook wel. Maar ja. Hé, hey, Giel. Je weet het nooit. Wij moeten het niet verklappen. Jullie moeten er zelf achter komen. Als jullie erachter komen, vind ik het echt super knap. Nou. Als ik het zo zou zien, zou ik het niet weten. Heel snel.
Maar als ik het nu ik weet wat we gaan doen, dan weet ik natuurlijk wat het is. Als die die tip krijgt natuurlijk, maar die gaan we niet geven. Wij geven niet zo snel tips. Nee, straks als niet, het af is. Kijk, we gaan nu ook een beetje off-camera werk doen. Dat is natuurlijk ook heel prettig. Ook voor ons natuurlijk. Dat houdt in dat we gewoon sowieso buiten camera natuurlijk gewoon lekker hard door kunnen werken. Want ik speel af en toe buiten camera. Kan Giel bevestigen. Ook help ik mensen regelmatig. Alleen ja, het is soms zo druk. Zoals nu. Kijk hier. Dit zijn de mensen die allemaal online zijn. Nu ik even op tab druk. En dan moet je nagaan. Dan is het nu 3:00 middags. Nou, en dan durf ik te wedden straks. Als het rond 4:00, 5:00 en het wordt 6:00. Dan is het bizar. Dan gaat de hele chat is een spam. Dat is niet normaal. Super cool. En dan ben ik er wel klaar voor. Zeg allemaal. Je weet wat je doet. Hoi tegen YouTube. Oké, daar komt hij. 3, 2, 1. Hallo mama. Ja, in ieder geval, er hangt een hele leuke sfeer. En dat is wel gezellig, weet je wel. En ondertussen gaan we gewoon lekker door. Giel, ja. Ben je er klaar voor? Ja, deels. Nice. Als ik zie wat we nog allemaal uit moeten graven, half. Maar ah ja, op zich, volgens mij is Ian is alweer best een heel eind. Mm. Holy fuck! Wat? Waar val jij nou weer in? Cave, hieronder. YOLO. Ik schrok me dood, joh. Ik hoor het. Oh! Ian springt er achteraan, GG. Ian dacht van, oh, Bob, spring er gewoon achteraan. YOLO. Ja, echt GG. Holy fuck, dit is wel nice. Show. Jij gaat in ieder geval alle kanten nu in ieder geval de weg op graven, ga ik vanuit. Invullen, als je dat bedoelt. Ja, en dan zorg je dat de hele brug in ieder geval af is. Ik ben echt benieuwd wie het idee al heeft wat we gaan doen. Ja, ik ook. Het maar is helemaal niet zo moeilijk om te raden. Nee, maar ik denk wel dat een paar mensen het gewoon weten. Of ze weten het niet, maar ze raden het, weet je wel. Gewoon zo van, ja, weet je wat, YOLO, ik denk dat het is. Ik weet niet zeker of het zo is. Maar dat het dan ook zo is. Ja, ik bedoel, het is niet zomaar een ding wat nooit vertoond is. Nee, het is wel, als je het kent, dan ken je het goed. Laat ik het zo zeggen. Giel, holy friet. Wij zijn op zich, ik vind dat Ian en ik best wel hard gaan. Ja. Ik moest even stone halen, anders kon ik het niet invullen. Even kijken. Holy frieten. Ik heb ook nog heel veel spul, hè? Als je spul nodig hebt, moet je het zeggen, hè? Ja, maar ik heb niet zoveel nodig nu. Ik heb alleen maar steen en de site. Ja, dat heb ik ook allemaal bij me. Ja, ik heb nog heel veel stacks, joh. We moeten eigenlijk een hele grote furnace hier gaan maken. Nou, een mooie blast furnace of zo. Zo, Ian gaat ook hard. Dit gaat echt snel, hoor. Ik maak geen grap. Kijk hoe snel we gaan. Kijk hoe diep we al best wel uitgegraven hebben hier. Ja. Giel, wil jij even kisten maken en daar neerzetten op het pad? Ja, zou ik doen. Moet ik even hout halen. Ja, hou maar zoveel mogelijk hout. Maak maar ongeveer een stuk of... Nou, pak een beet. Je mag echt heel veel dubbele kisten maken. Want ik denk dat we wel... Ik wil eigenlijk liefst alle materie... eigenlijk al het materiaal bewaren. Dat we echt heel veel nodig gaan zijn, ben ik bang. Mm-hmm. Even kijken. Kistjes. 16 kisten heb ik al. En dat is van 1 stuk hout. Dus dat komt wel goed. Nice. 32. Ja, dat gaat schiet op. Oh, hij moet even wat lekkers eten, zegt Ian. Moet ook gebeuren. Moet ook gebeuren. Kan niet op lege maag minen, hè? Nee, toch? Mee eens. Ik heb ook nog wel eten voor hem als die het wel hebben, dus... Ik heb een stack kisten. Prima. Wat ik al zei, ik wil alles bewaren. Kan jij ook die Silk Touch pickaxe meenemen? Ik zal even kijken. Waar zat die in? In de middelste of de bovenste kist naast de workbench. Als oh ja. Silk Touch 1, ja. Efficiency 5, ja. 4. Dan kan ik ook even wat normale steen voor je aanbouwen. Ah, oké. Nee, dat komt goed. Ik heb een stack kisten en jouw efficiency en Silk Touch pickaxe. Maar dat is gewoon steen meer minen dan? Ja, ik wou gewoon even steen hakken. Ah, oké. Okay. En als we steen hebben, dan kunnen we natuurlijk even gewoon weer een extra verzameling. Ja, want anders moet je het weer bakken, weet je wel. We hebben heel veel cobblestone nu. Precies. En op zich, kijk, cobblestone kunnen we wel natuurlijk gebruiken later. Voor huisjes, dat soort dingen. Mm. Alleen, ik ben zelf ook voorstander van gewoon stone. Je hebt jouw pickaxe. Oh, waar? Ik gooi hem achter je. Nee, ik moet toch naar boven daar. Ja, hij ligt daar achter. Kan je die trappen neerzetten? Ik maak ook wel ladders, hè, waar de pilaatjes komen. Ik zet die kistjes neer. Zo. Oh, vet. Dat was ook nieuw. Wat? Als je nu een kist hakt, dan zie je aan beide kanten zie je de kleurtjes. Of Hier, kijk. Hier heb ik in ieder geval heel veel kobbel. Als we het een beetje gescheiden houden, is wel super chill. Kruffel eruit, kobbel erin. Dan ga ik hier een andesiet kist voor je maken. Ik heb nog heel veel over, dus dan moet je maar gewoon even een beetje zoeken. Hoppatee. Hier doen we de gravel in. Zo. Hier doen we de dirt in. Hier doen we de diarree in. En hier de granieten.
Hier doen we kool en flint in. Ik denk dat we al deze kisten nog wel nodig gaan hebben straks. Let maar op mijn woorden. Ik denk het wel. Ik weet bijna wel zeker. Oké, kijk, nu kan ik gewoon lekker snel gewoon steen hakken. Is ook wel chill. Alleen ik moet ook nog straks alle kobbel oppakken, want er ligt echt super veel kobbel hier. Gossie mijne, dat is niet normaal. Oh shit, er valt niet zo tussendoor. Dat gaat snel. Holy friet, kijk dan. Hop. Zo, als we daar voorlopig geen stenen kunnen houden, dan weet ik het ook niet meer. Nee, nou, super chill. Nee, maar alleen maar beter, weet je wel. Dan kunnen we gewoon lekker bezig. Ik zal in ieder geval met deze pickaxe even gewoon in ieder geval wat stone voor jou hakken. Als ik gewoon één inventory helemaal vol heb met stone, dan heb je in ieder geval genoeg bouwblokken voorlopig. Ja, ja, ja. En dan ga ik gewoon door lekker met mijn andere pickaxe. Cool, cool. Kijk, dan moet je zien wat een ruimte. Ik ben best wel benieuwd of ze het weten en of ze erachter komen, maar... Toen ik het jou vertelde, wat dacht jij van... ziek, of niet? Ja, dat is wel vet. Dat was een heel vet idee. Dus ik heb wel coole ideetjes. Ik ga gewoon hele toffe dingen maken. Klaar, weet je. Niemand mag het weten, behalve onze town weet het. En niemand van onze town zou het ook verklappen. Nee, want ja, anders heb jij... Anders zijn we betrapt. Verklikkertjes in de server, hè? Nou, nee, we doen niet aan verklikkers. We hebben al wel bezoek gehad. Zwaardig. Van, van Madboy. Mad Guy. Ik noem hem Madboy, klinkt cooler. Madboy. Ja, Madboy. De Madboy. Moet je kijken, er komen steeds meer mensen online. Dat is niet normaal. Slash gewoon 36 mensen. Super cool gewoon. Nice. Ik heb weer verkeerde pickaxe. Deze moet ik hebben. Ik kon ook nog een hekje over de langs de brug maken. Nee. Ja, jawel. Maar nu niet, maar... Zijn mensen dronken of zo als ze daar moeten lopen? Wat dan? Je gaat het er niet zo vallen, denk ik. Nee, maar dat is mooi. Het gaat niet om dat je valt. Dan moet je gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar het gaat erom dat het mooi is. Nee, ik zou het niet doen, denk ik. Ja, we zien wel, joh. Daar zijn we nog lang niet. Dat is waar. Giel, hoe ver ben je met de brug? Best wel ver. Oké, kom je ons zo helpen? Ja. Kijk, stone. Kijk, dit is echt super relaxed. Dirt eruit halen. Hoppatee. Als je even gewoon zo'n stukje dirt eruit schept, dan geeft zo'n prettig gevoel, vind ik dan, ja. Hè? Ja, nee, dat scheelt weer 10.000 kilometer steen hakken. Oh, dit is zo fijn. Alleen, het begint wel een beetje donker hier te worden. Night vision potions, carrots en zo, toch? Of nee? Of, wat? Ik heb geen idee. Ja. We kunnen wel in ieder geval potions maken. Ja, we hebben een brewing stand, dus... Dan moet ik even vragen of hij dat binnenkort wil doen. Ja, want ik zou niet weten hoe. Ik ook niet. Ik ben absoluut niet goed in brewen en enchanten. Absoluut niet. Dat is... Voornamelijk het probleem is omdat het later erbij kwam. Want ja, kijk, ik speel al vanaf de beta. En toen had je niet zo heel veel van die dingen. Elke keer kwam er iets bij. En dat vond ik wel leuk. Maar ja, alles vanaf het begin ken je wel. Ja. Maar die nieuwe dingen niet, weet je wel. Dat heb ik. Daar heb ik dus last van. Kijk, ik zal even die pilaren uitmeten. We gaan best graven. Kijk hem graven. Ik help je eventjes. Ja, dit wordt echt de shit, jongen. Ik ga even ladders maken, ja? Ja, doe maar. Sure. Anders moeten we ook die trap ook nog weer allemaal weg gaan hakken. Daar hebben we niet zoveel aan. Oh, je gaat ladders tegen de muur omhoog maken. Super chill. Mm-hmm. Oh, dit gaat echt super lang duren. Ja. Dit gaat zo lang duren. Holy fuck. Moeten we maar kijken of mensen ons kunnen helpen. Kijken of mensen ons willen helpen. Oh! Ik viel in een gat. Grapje. Lol. Beginnen ze schreeuwen, joh, als ze leven vanaf hing. Ja, ik val in één keer in een gat, vind je het gek? Dat schrik ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Anders ga je niet zomaar schreeuwen. Kanonnen. Ja, dit gaat echt super lekker. Nou, Giel, ik denk dat we het hierbij gaan laten. Ja, dat vind ik wel goed. Ik denk dat we voorlopig hierbij gaan Thomas laten. Is hier. Waar is mijn trap? Ik kom niet eens omhoog. Ja, wacht, ik maak hier een trapje. Oh, nice. Waar is Thomas dan? Ja, bij de deur. Oh, hier zit hij. Yay, Thomas! Woehoe! Thomas! Nice. Oké, mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet even niet te abonneren op mijn kanaal, The Sturms. Op The Build Freak. Nou ja, dit zegt al genoeg. Dit is toch echt een Build Freak. Mocht je dat gedaan hebben, zien we jullie graag gewoon de volgende keer bij een nieuwe TDT Survival Economy Server. Dit wordt gewoon de shit. En dan, mensen, hoeveel likes gaan we halen? En mocht jij het goed hebben, ik ga geen namen noemen, maar ik geef jullie wel de volgende keer gelijk als je het wel of niet goed hebben. Tot de volgende keer en ik zeg tegen jullie, ciao! Yo!